Bye. Hi guys, today we are gonna do something really fun. Tomorrow is Jeremy's birthday and I'm gonna get him an awesome present. It's a new scooter, a Vespa Sprint for the guys who know them. And this is the outfit for today. And this vlog is gonna be in Dutch in a while, but for now I just talk English. Okay guys, like I told you, we are gonna give Jeremy the best birthday present ever. We already wanted to buy a scooter, but now I called one of my favorite dealers. It's a Dutch one. His name is Joey Schaar, for the Dutch people who know him. And he just brought my scooter in and we are gonna check out what it is, because it's a matte black scooter and it's gonna be freaking awesome. Yoohoo! Yes, kom maar hoor. Welkom bij Nostia Vlog en dit is haar nieuwe scooter. En nu gaan we even over naar het Nederlands. Tada! Tada! Zo mooi! Een mat zwarte met groen zwarte scooter. Wauw, kan je even vertellen wat voor scooter het is? Ja, het is een Vespa Sprint zonder helm. Dus hij gaat ook maar echt 25 km per uur. En deze hebben we voor haar speciaal gebouwd. Hij was eigenlijk glimmend zwart, maar ze wou graag in het matzwart, dus hebben we matzwart gespoten. Met daarbij dan de glimmend zwarte delen zoals die gevraagd had, zoals de velgen die glimmend zwart zijn. Dat zijn deze. Ja, een beugeltje. What are those? We hebben hier ook nog een vouwbeugeltje en de rekkie. En een zwarte kartenkap. En nu nog iets heel leuks, het Joey Schaar AMG logo. Hij heeft gewoon zijn eigen logo, ja, hoor. Moet je dit nou zien, joh. Prachtig, het staat echt heel mooi. Ja, hè? Ja, ik ben en er super blij mee. Ook nog. Hey. Dus op dit stukje rijden. Ja, ja, gaan we doen. Dat denk je. Ja, jammer dat ik dat nou net niet op heb genomen. Hoe zag mijn hoofd eruit? Jullie zagen het niet, maar hij ging net even een glij over mijn benen. Oh shit, wat een hond! Stiekem hoor. Ja, oh yeah. Nou, dan gaan we even de scooter uitproberen. Dus op het moment gaan we even wat eten halen, want iedereen heeft enorm veel honger. Kapot honger. Even bij een snackbar, ik weet dat het niet heel gezond is. En zoals jullie weten zit ik ook streng dieet, want we gaan volgende week naar Barcelona. Nog een stukje verder, okay. Daar is hij. Okay. Ja, kwaliteit. Ja, ja, ja. Dus voor mij wordt het vandaag gewoon een mini stukje kip en daar zal het bij blijven. Dus volgende week gaan we pas weer echt lekkere dingen eten. Volgens mij nemen we van de Russische ijssalade, hoor, ja. Ja, dankjewel. Ja, oh, moet je nou kijken jongens, wat een lekker eten allemaal. Het is gewoon echt niet eerlijk meer. Weet jij wat je gaat nemen? Ja, sowieso. Wat een wordt Red Bull. Het? Een Red Bull voor zometeen, maar dat zie je zometeen nog wel. Ja, oh jee. Ja. En een broodje, ik weet nog niet wat. Een broodje, lekker accent heb jij ook. Nou, en ik ga denk ik maar kip saté nemen ofzo. Dat is het enige wat ze hebben met kip, denk ik. En saté? Nee, zonder saté. Oh, okay. Maar kip saté als in een stokje met kip. Wat heb je mij aan? Oké, okay, ja. Wat heb je? In hier. Eens even kijken. Iedereen gaat lekker eten en drinken. Yes, dankjewel. Yes, dankjewel. En nog één. Alsjeblieft. Waar is jouw eten dan? Ik heb hier, ik eet met Dave mee, want Dave had geen honger. En Iman ook. Dave had geen honger. Iman doet honger. Nee, samen. Ja. Nou, jullie horen het, dat wordt delen. Je mag van mij ook wel, want het is waarschijnlijk, dankjewel. Voor mij waarschijnlijk te veel. Wat ga je mee? 5 sterren. Oh, heerlijk. Dit mag ik alleen niet. Kip wel, en dat ook. Joey, wat ga je doen? Ja. Okay. Hoi! Ah, goed, mensen, naar wie komen we kijken? Ik heb dus de scooter aan haar geleverd nu. En nu heb ik ook een vraag voor jou, ben je er klaar voor? Niet echt, maar okay, zeg die maar. De vraag is: je bent politieagent geweest, toch? Ja. En je denkt dat je heel snel bent? Ja. Dat heb ik tegen me gezegd. Mm-hmm. Ik denk dat ik je eruit kan rennen, dus ik wil graag tegen je rennen. Oh! Ja. Denk je dat je het gaat winnen? Ja, weet je waarom? Om 2 dingen. Ik heb vandaag renloopschoenen gekocht. Speciaal voor dit? Ja. Want ik wou niet dat dat een factor van belang was. Oké. Okay. Uh-huh. En ik heb me al 3 dagen voorbereid, weet je hoe? Nou.
Ik heb 2,75 liter water per dag gedronken. Dus ik ben gehydrateerd. Dat maakt je niet sneller, man. Dat is wel even zwaarder, hè, juist. Oké, maar ik voel me goed. Uh-huh. En tot slot. Wat was de derde? Oh ja, ik heb net Red Bull gedronken. Dus ik ga echt als een man zo meteen. Red Bull geef je vleugels. Ja, nou geloof me, zo meteen echt hier. Uh-huh. Dus we zullen zien. Ik ga me wel omkleden, want ik heb nu dit outfitje aan. Ja. De woensdag. Kun je erop staan? Ja. En in de bus in mijn kleedkamer, dat ik mijn spulletjes ook. En als ik me heb omgekleed, kunnen we gaan beginnen. En dan kunnen we kijken of jij me kan arresteren. Ik denk het wel. Ik heb mijn goede schoenen aan in ieder geval. Zal ik jou filmen? Mag ik jou even filmen hoe je eruit ziet? Oké. Okay. Ja, precies. Dat wou ik net vragen. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Moet je even opwarmen? Opwarmen, verstrekken. Oké. Okay. We gaan wel zien. Ik heb het niet opgewarmd. Dus ik denk dat ik zo meteen helemaal naar de cloud ga. Komt goed. Oké. Okay. Hier hebben we Iman. Hallo. Iman gaat foto's maken van als ik het overgeven ben. En dit is Daisy van Fip Scooters. En zij heeft deze scooter verkoop mogelijk gemaakt, mede mogelijk gemaakt. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft de scooter van ons mat zwart gespoten en geleverd. En wij hebben hem voor Nosley gebouwd. Heel mooi voor haar. Lieve Fip Scooters, Daisy. Nee, ja. Heel erg bedankt. Hij is alleen maar tijd aan het trekken. Dus ik weet niet wat hij gaat doen. Maar goed, we gaan dus kijken of ik hem eruit kan rennen. En dat betekent dat ik ook ga kijken of ik hem kan tackelen of iets. Dat weet hij nog niet, maar ik weet het wel. En dan gaan we even net weer doen alsof ik weer politieagent ben. Want dat heb ik vaak genoeg gehad dat we in de achtervolging zaten en dan te voet. En dat vond ik een van de leukste dingen om te doen. Deze heb ik wel aan jou. Je sleutels. De sleutels. Yes. Tienduizend jaar later. Nou, hier komt het hoor. Ja, ik ben er klaar voor. Oh mijn god, serieus? Je hebt gewoon een boevenpakje aangedaan. Met zo'n kettingje ook echt. En mijn handboeien, je moet wel even sturen straks. Hé, maar die handboeien, oh mijn god. Wat zijn dat voor handboeien, Joey? Ja, dat is een kinky handboeien. Wat ben jij van plan, joh? Kijk, daar gaat je balletje al, hè? Oh shit, prank gaat fout. Oké, die gooi je wel wat weg. Oh ja, ik ben wel een boef. En ja. Sportschoenen. En sportsokken. En deze sportschoenen heb je speciaal gekocht voor vandaag, toch? Ja, ik ga spiksplinten nieuw. Ik heb nog nooit gerend. Heb je überhaupt ooit gesport, of niet? Jawel, oriëntatie aan koninklijke landmacht. Ah, oké, okay, dus, oké. Okay. Maar ik heb nog meer. Ik heb haar op mijn been. En ik heb confetti kanonnen. Sexy. Ja. En het is heel leuk. Want jij mag één keer op mij schieten. Ja. Als we aan het rennen zijn. Ik ook een keer op jou. Oké. Als je me kan bijhouden tenminste. Ik ga niet langzamer voor je rennen of zo, hè? Kijk, dit zijn de boeien. Ja. Nou, prachtig. Niet echt politie-like, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ze is aan het opwarmen. En wat ik ga doen is mensen, als zij zo hier is en ze gaan afdelen, Klaver staat af. Bij Klaver staat ben ik al lang vertrokken en dan gaat zij pas koffie doen en dan gaat ze ook pas rennen. Dus ik heb gewoon zo heel voorzien, want ik ben een boef, weet je. Dus ik ga gewoon vals spelen. Ik heb wel lang opgewarmd, man. Ik heb helemaal niks nodig. Ik reed het toch wel uit. Gaat helemaal lukken. Ach, volgens van Nosley, het gaat gewoon helemaal lukken. Weet je. Ik heb gewoon Verstappen hier. Verstappen. En ik hoop niet dat ik me verstap, maar Verstappen regelt gewoon dat ik gewoon, weet je, gewoon zo meteen. Dat ik op haar zit in plaats van zij op mij. Dat ik haar arresteer, omdat zij gewoon een hartedief is, weet je. Al die jongens dat zijn helemaal gek op me. Oké, dat heb ik niet gezegd. Oké. Nou, volgens met Joey. Nosley maakt geen schijn van kans. Ik ga haar arresteren. Ik weet niet wat ik allemaal ga doen. Maar jij mag aftellen. Tot die tijd ben ik een winnaar. Tot die tijd geniet ik van mijn vrijheid. Nu ben je nog blij, wacht ja, ik ben maar. Klaar voor de start? 3, 2, 1. Klaar, baby! Oké, dat is 1. Dit was zonder wapen, dat telt niet. Dan, kom on, gaat het. Tegen ben je snel. Even serieus. Zit ze op een sportschool of zo? Godverdomme. Ik zou het niet weten. Oh man. Maar ik ben wel trots op de.
Volgens mij Joey was niet zo vol gas. Misschien moet ik toch mee gaan trainen. Ja, dat water dinges telt niet. Dat telt niet, man. Oké, nu wordt het dus... Verstappen, nu ga ik haar vangen. Joey gaat mij proberen te vangen. Zij zo. Ik ben benieuwd. Ja. Ga ik grapjes zitten. 3, 2, 1. Gevangen, mensen. Nu ben ik ook moe. Oké, okay, Gielen. Ze heeft 2 keer gewonnen. Oké. Okay. Zij heeft gewonnen met de sport. Maar ik heb gewonnen met mijn Vespa. Lieve Nasli. Heel erg bedankt. Gefeliciteerd, je bent er weer in de eindbaas. En een lekker ding. Wat hartstikke gaaf. Joey heeft het goed gedaan. Het is hem niet gelukt, maar dat maakt niet uit. Misschien de volgende keer. Hè? Ik ging gewoon nog... Ze heeft niet eens getackled. Ze heeft niet eens vuurwerk om me gedaan en ik ging op mijn bek. Hé, we sprinten to the max, man. Oké. Oké, het gaat weer. Lieve kijkers van Nosley, blijf volgen. Zin in baas. Lieve kijkers, volg me Joey. Dankjewel. Ik vond het echt een hele leuke film. Ik ben fucking fan van haar. Blijf volgen. Op YouTube, Facebook, Instagram. Ze is fucking groot. En mij natuurlijk ook. Dankjewel. Tot volgende keer. Telling you, okay. Lieve kijkers, I'm gonna do it in English again so everyone can understand me. Thank you for watching again. Joey was the boss with sprinting, but he didn't make it, as I already thought, but that's not a problem. See you next time. Okay guys, right now we are at my stepdad's because I need to put the scooter there or else Jeremy is gonna see that we have a Vespa. So I'm waiting for him to come down and then we're gonna put this little beautiful baby inside. Hi. Is this lekker? Ja, hartstikke leuk. Deze die leg ik morgen op tafel en dat is dan een soort van aanwijzing voor Jeremy. En ja, dan krijgt hij de scooter daarna. Maar dat zien jullie morgen. So right now in the supermarket still need to get my spinach. Nice spinach. Really strict with my diet recently because next week we're going to Spain. And body needs to be in perfect shape. So I just got home, or at least almost home, and Jeremy still doesn't know nothing about the whole surprise. So I think I did a pretty good job because every year he seems to guess what my present is, and it annoys me so much. So this time I kept it a total secret. He has no idea what we're gonna do tomorrow, but I will film that for you guys tomorrow. So right now I'm just gonna go to bed and sleep. Because it was a long day and now I need to be quiet because I'm almost at my door. So guys, I'm preparing Jeremy's gift. As you can see, I got this from Joey. And inside I will put this. Mimi in Noorderbrug. P.S. bring the key to unlock the next step. And this is the key to the Vespa. At least the lock of the Vespa. So right now he's changing and I need to hurry. I'm gonna put this in here and then I'm gonna go.
right now I really need to hurry. Jeremy does not hear me, so I really need to be quiet. I'm gonna go to my stepdad and then take the scooter and go to the secret location. Guys, so I'm biking right now to my stepdad. Jeremy still does not know what the hell I'm gonna do, so that's really cool. So as I was telling you, the scooter is still at my stepdad. I'm gonna pick that up now and I'm on the bike. I'm gonna leave my bike there and then I will bring the scooter to a secret location, which I put on the little note that I left Jeremy. After, we are going to Zandvoort, it's the Dutch beach, and we will go for dinner. But he still doesn't know that either. So it's gonna be so fun and I'm gonna film his reaction. So you will see that in a moment. Right now, I'm gonna hurry. So guys, I can finally chill a bit. I made it, I brought the scooter with me. It's right there. And I think Jeremy will be here within a few minutes. And then the first thing he will see is the scooter. So that is gonna be freaking awesome. I'm gonna try to blend in here in the park with all the trees and that he doesn't notice me, and then I will try to film his reaction. So yeah, let's just wait until he's here. There's the scooter. This is the bridge, what I was talking about with him. I locked it and he has the key to that lock. So I think he's coming from there or there, or maybe there, I don't even know, but we will see. And I don't know what they are doing, but what the hell? Training? Ah, that's so cute, she has a cape. Okay, but besides that, scooter, that's where we left off. I'm gonna try to hide, I think, here in the bushes or something. And yeah, I hope he doesn't see me. Ah, I'm so nervous. I hope he likes it. I bet he likes it. Not even a doubt about that. I just snuck behind a tree and I can already see Jeremy coming. Ah! Oh god. Okay, let's see, where is he? Oh my god, I really hope that he sees that he needs to go to the scooter. Because maybe he thinks it's someone else's. Ah, damn, do you see him? Right there. Oh shit. Okay. I'm gonna sit down here so he doesn't see me. 3, 2, 1. Ah, would he know that it's about the Vespa? Oh, come on. He walks past it? No way. No way. No way, he just passed the Vespa. He just walked past the Vespa and he does not know that it's for him. Oh god. He's searching and searching. I think he's apping me. Fuck. Okay, wait, I'm gonna get my phone. It can't be anything else. He's still searching for me. Oh yes, bingo. He still hasn't seen me. I'm still behind a tree. He's like, oh my god, what the fuck? Okay, so I think he just found out that it's his scooter because he unlocked the lock. And I think we're just gonna walk to him and see what he does. He's still apping me, but I'm not gonna read it. Let's see what he does. Hey! For me? Ah, this is the best thing ever. Oh ja? Ja. Yeah. Ben je blij? Ik moet je eventjes filmen, sorry. Ah, finally! No more biking. Mm-hmm. Ah. Nice, hè? Really nice. Oh, zo schattig, hebben we niet wat hij moet zeggen. Ik stuur je nog, het is zwart. En je loopt er langs. I know, maar je moet 100% zeker weten dat het dat is. Ben je blij? Yep, thank you. En nu gaan we naar Zandvoort, want ik heb nog een verrassing. You don't know. I don't know. You don't know. Alright, surprise. Okay guys, right now we're gonna go to the beach because I have another surprise and he still doesn't know what it is. New keys.
I'm gonna show you how to unlock the computer. Okay, unlock. Yes, pinch this. This is on. Voila! So Jeremy is making his little test drive. Alright, let's go. So we just arrived at Zandvoort, the beautiful beach of the Netherlands. And now we're gonna eat something. Morgen. So, what Jeremy doesn't know yet is that one of my sweetest followers ever has her own beach club. That's the Republiek Bloemendaal for all my Dutchies. And he invited us to come over and eat one. So I thought, hey, that's a good idea for Jeremy's birthday. So that's where we're going right now. And they offered us the best table they have. So that's the next surprise. So we are at the restaurant, and this is the thing we take before. This is a tuna, so really healthy. Here's the birthday boy. So we are at the restaurant, and we just ordered our food. We've got here some white fish, shrimps, and some spinach. Zelfs Jeremy en Nosli zijn bij de Republiek, dus jullie ook allemaal komen. Hebben jullie goed gegeten? Was het lekker? Het was heerlijk. Super, super. Zomer is bijna over, maar ja, volgende zomer zijn helemaal van harte welkom. Dit is de Republiek. Ze hebben heerlijk gegeten bij ons. En ja, ik volg Jeremy al een tijdje en Nosli ook. De beste man is jarig, dus gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Ciao Nederland. Helemaal top. So we're finally in bed. We are super tired. It was a long day, but we've had really much fun and we ate real good food at the restaurant. So that was really nice. And then we needed to drive back on the new scooter back to our place. And yeah, it was a fun night. So there's the birthday boy over there. He's tired. But yeah, we enjoyed our evening a lot, and special thanks to everyone who helped out with the birthday presents and everything. And yeah, we're about to sleep. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, do a thumbs up, and comment what you think about the video, and maybe put some ideas in there. Thank you for watching. See you next time. Yo, kiss. Never mind.